Goed mensen, ik ben Sam, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Bear Modpack. Jongens, deze aflevering gaan we iets hartstikke speciaals doen. Maar voordat we gaan beginnen, zou ik zeggen, doe een blauw duimpje omhoog. Want de vorige aflevering hebben we de 1000 groene duimpjes, of blauwe duimpjes, hebben we niet gehaald. Dat betekent dat we vandaag geen Lucky Block gaan openen. Maar wat wij vandaag gaan doen jongens, wij gaan weer zo'n sigil maken. Maar deze keer een speciale sigil. Ik ga ondertussen even slapen. Oh, ik dacht dat het avond was. Of had ik al net al geslapen? I really don't know. Het begon net in ieder geval heel hard te regenen. Of het is net de dag. Ik weet het niet. In ieder geval, daar gaat het ook niet om. Wij gaan een sigil maken. En dat is een speciale. En dat is de... Hupplepup, waar is hij? Even kijken. Moet ik hem al vinden? Goddammit. Is dit hem? Nee. Mechanism. Phantom Bridge. Whirlwind. Holding. Haste. Nee. Element Affinity, Sigil, Fast Miner, Void, Lava, Water. Dit is hem dus, de Air Sigil. Daar heb je feathers voor nodig. Nou, die hebben we. Je hebt een Ghastear voor nodig. En een Reinforced Slate heb je nodig. Nou, een Ghastear, die heb ik. Dus daar heb ik mazzel mee. Alleen feathers is misschien het moeilijkste wat ik nog moet halen. Nee, grapje. Die heb ik ook. There we go. Even kijken wat we dan nog meer moeten hebben. Een Reinforced Slate. Ik weet niet of ik er toevallig al eentje heb. Denk het niet. Ik dacht niet dat ik er eentje had. Dan gaan we gewoon nog even halen dan, hè. Lag hij toevallig hier nog in? Nee, je lag hier ook niet in. Ik heb hier zelf ook helemaal geen slate meer. Dus dan gaan we deze gewoon even hierin leggen. Die halen we weg. Deze leggen we hier neer. Hello there, fella. Hello there. Ik weet niet hoe jij daar komt, maar... Oké, dat is weird. Ik pak mijn zwaard wel en dan gaan we hier vermoorden. Yes. Kom op. Deze hebben we nodig. Sacrifice. En mijn Lucky Sword zal ook wel fijn zijn. Voor de rest heb ik... Nee, ik heb helemaal geen slates. Dat is wel jammer. Dus dan moeten we er even eentje gaan maken. Gelukkig gaat dat super makkelijk. Zo. Hello there, fella. Doei daar, fella. En je bent dood. Hey, waar ben je? Kom op. Speedy Godzilla. Jullie zeiden trouwens dat ik het 2 hoog moest maken. Want dan spannen er... Of dan kunnen ze ook niet meer terugjumpen. Wat misschien best wel handig is om te doen, ja. Ik heb trouwens nu wel de verkeerde blok hier zo. God damn it, Sam. Jij bent echt super gunstig bezig vandaag. Wauw, ik moet deze natuurlijk even koken. Dan gooi je hem even snel hierin. Heb ik er toevallig hier nog eentje als reserve. Kijk, ik heb hier gewoon nog eentje. There we go. Dan gaan we even een reinforced slate maken. Want met een air sigil, dan kan je gaan vliegen. En je kan gaan vliegen en dat is natuurlijk, dat kost ontiegelijk veel. Maar ook echt ontiegelijk veel blad. Wat natuurlijk niet ideaal is. Maar... Je kan, wij kunnen natuurlijk met onze hangglider, kunnen we natuurlijk het veel efficiënter aanpakken. Dus dat is super gunstig. Ja, jij mag nu nog wel verder transformeren. Of moet ik hem dan even eerst pakken? Oh, hij ging al verder. Oké, chill. Jij mag ook nog even kopen. Zijn er geen... Oké, there we go. Hoppakee. Het is niet de beste spawn. Ik kon hem eigenlijk ook beneden neerzetten. Maar ja, weet je, het werkt voor nu en daar gaat het om. Goddammit. Zal ik mezelf dan ook nog snijden? Oh my god, hij verliest zoveel progress nu. Waarom spawnen ze niet? God damn it. Ik pak wel even snel ook die Sacrificial Knife. Of ik weet niet hoe die heet. Weet ik veel. Is dat de Sacrificial Knife? Yes, dat is hem. Wat is dit dan? A Dagger of Sacrifice. Dit is een Sacrificial Knife. Oké. Okay. Ik ga me dan gewoon nog even snijden. There we go. Hoppakee. Er zit in ieder geval nog wel wat bloed in. In plaats van helemaal niks. En waarom spawnen ze niet meer? There we go. Okay, daar komt er nu eentje. Woep. Hey, jij mag erin blijven hoor. Zo. Ja, ik moet dit gewoon eigenlijk net even wat beter aanpakken. Dat zal ik binnenkort wel even doen. Ik moet alles gewoon eigenlijk één niveautje omhoog maken. Want deze staat hier wel vet. Maar alles moet gewoon even omhoog. There we go. Reinforced slate. Woep. Die pakken we even. Hoeveel bloed zit hierin? Huh? What the fuck? Het was toch rechtermuisknop? Of ben ik nou gek? Oh nee, wacht. Dan moet ik met deze doen. Herpederp. Oké, ik ben fucking dom bezig. Oké, dat gaat er nu bij. Jezus, ik heb echt een brain fart vandaag hoor. Dat is niet goed. Even kijken. We hebben deze natuurlijk. Reinforced Slate. Dan hebben we de... we hebben wel de Blood Orb hebben we nodig. En dan kunnen we mij gewoon maken. En dit wordt zo vet, hè. Dit gaat zo ontiegelijk vet worden. Hello there, fella. Doei. Jij bent dood. Get out of my way. Oké, dus ja, we hebben alles. Dus dat is relaxed. Deze gaan we hierin stoppen. There you go. Reinforced slate. Feathers hebben we genoeg. En de gas tier. Dat is deze. En dan hebben wij een sigil of air. Oké, dit wordt vet jongens. Dus,
Wij hebben momenteel 17.800 blot in ons netwerk. En als we eentje gebruiken, dan... Auw. Dan hebben we de 17.750. Dus het gaat elke keer 50 af als ik zo klik. Maar ja, het enige wat ik hoef te doen is zo te klikken. En ik kan gaan travelen. Check hoe hoog ik ben dan. Dit is echt ziek. Dit is zo vet. Dus ik kan nu veel makkelijker gaan travelen als ik gewoon wat bloed meeneem. En kijk, zodra die op is... We kunnen wel even naar die wolk anders. Misschien is dat wel vet. Poef. En we zijn bij de wolkjes. Wauw, dit is toch ontiegelijk vet dat we zo hoog kunnen gaan. En dus daarom heb ik deze ook gemaakt. En Blood Magic is daarentegen super gunstig. En dan kan je even kijken, ik heb nu 16.55 nog in mijn netwerk. Wat eigenlijk nog best wel veel is. Dus we kunnen nu gewoon heel makkelijk heel ver gaan travelen. Wat heel erg gunstig is. En heel erg chill is. Wow, wat is dat? Wat zijn ze aan het maken? Is dat een markt? Wow, dan ga ik sowieso even zo meteen kijken. Is dit normaal water? Liquid slime is dit. Nou, lekker. Goddammit, ik kom er niet meer omhoog. Nou, dat doen we maar zo, hè. Woep. En doei. In ieder geval, dit is zo'n slime... Zo'n slime tower. Zo'n slime... hoe heet dat? Island. Maar daar heb je ook echt helemaal niks aan. Daar is een meteoriet gevallen. Ik ben al wel even eigenlijk benieuwd wat ze daar aan het maken zijn. Dit ziet eruit als een soort markt. Ziet er best wel heel vet uit. Kunnen we hier dingetjes kopen? Is dit een markt? There was a terrible storm yesterday. Dat was het inderdaad, ja. Nee, ik wil niks. Niks van jou. Het ziet er wel goed uit. Het ziet er wel goed uit wat ze aan het maken zijn. Woep. There we go. Ik kan deze beter even op 2 zetten. Misschien is dat wat makkelijker. Kijk, we kunnen gewoon zo in één keer injumpen. Woep. Hallo. Wat hebben ze nodig? Ze hebben nog steeds een Norman Tapestry nodig. En ik weet niet hoe ze dat dus kunnen maken. Alleen blijkbaar hebben ze dat nog steeds nodig. Wat heel erg vervelend is. Goddammit. En het ligt ook echt nergens hier. Maar... ja, I don't know. Wat we in ieder geval nu gaan maken is nog een paar andere sigils. Nee, wacht. We gaan geen andere sigils maken. We gaan iets anders doen. Wij gaan even door de portal. Even gewoon. We gaan gewoon door die portal daar verder. Ik zei natuurlijk van, hey jongens, ik wil door de portal. Maar ik zit nog dus te twijfelen. Ik zat net ook over na te denken van, ik wil er doorheen. Sowieso deze episode. Maar hoe ga ik dat aanpakken? Ga ik mijn items meenemen? Ga ik niks meenemen? Hoe wil ik dat doen? Ik heb besloten dus alleen maar om een zwaard mee te nemen. Mijn hangglider en dus deze air sigil. Dat ik gewoon snel kan wegkomen. En deze twee. Want die heb ik ook helemaal niks aan. Die neem ik mee. En natuurlijk ook mijn apprentice blood orb. Dat is best wel logisch dat ik die natuurlijk meeneem. En een pickaxe is natuurlijk ook best wel heel obvious dat ik dat mee ga nemen. Alleen ik denk dat het wel gunstig is als ik... Als ik even ga discoveren wat er nou precies daarachter zit. En ik ben ook heel erg benieuwd. Dus ja, dat is eigenlijk de reden. Even kijken, dan hebben we een pickaxe nodig. En als het, oh, dat was niet mijn bedoeling. En als het goed is, had ik hier nog een pickaxe, diamond pickaxe over. Ik weet alleen niet meer precies waar. Zat dat hier? Anders neem ik deze wel mee, een Norman pickaxe. Denk ook wel goed. En als neem ik... Ja, fuck it, ik maak er gewoon een. Zal ik die meenemen? Nee, die neem ik ook niet mee. Nee, ik denk dat dat niet zo handig is. Die neem ik wel mee. Hebben we toevallig nog een stick. Die kunnen we wel even maken. Kunnen we meteen even een pickaxe maken. En dan gaan we er gewoon voor. We gaan er gewoon serieus naartoe. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb heel veel bloed in mijn netwerk. Klinkt heel erg raar. Maar dat heb ik. Dus dat is mooi. Dus we gaan ook niet zo 1, 2, 3 gaan we dood. Oké, ik heb een pickaxe. Dus we kunnen ook nog speciale ores meenemen. En wat ik eigenlijk in de nether wil doen. Ik wil gewoon eigenlijk weten wat daarachter zit. Even kijken. Wat hebben we gedaan? Meteor Portal, daar gaan we nu naartoe. Farm mooi maken hebben we nog niet gedaan. Thorncrafter hebben we ook nog niet gedaan. Oké, okay, dus, maar we zijn in ieder geval wel... We hebben een goede progressie. Dat is mooi. We gaan nu de Nether Portal in. Het wordt net avond. Doei. Kijk, dit werkt zo goed, hè? Holy guacamole. Het werkt echt gewoon perfect. Oké, dus we gaan kijken wat hierin zit. Doek. Ik ben eigenlijk best wel... heel erg benieuwd wat hier achter zit. Laten we maar gewoon gaan. Mijn lucky sword neem ik mee. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook best wel... Ik vind het best wel spannend. Oh god. Oh my god. Oké. We komen gewoon op de plek waar we waren blijkbaar. Oh god. Ik ga dood. Ja. Oké, dus... oh my god. Wat is dat? Dat is zo'n demon head. Get out of my way. Nobody likes you. Freaking damn it. Oké, dus er zit niks achter. Dat is echt een hele groot anticlimax. Er zit letterlijk gewoon niks achter. Het enige wat erachter zit, is wat we al wisten. En dat is dit.
Maar gaan we nog wat anders vinden? Dat is de vraag. We kunnen nu toch wel lekker ver, want we kunnen vliegen. Wat natuurlijk super gunstig is. Kijk, zoals dat. Ik zie daar groene smurrie. Even kijken wat dit is. Glowshroom. Nou, dat neem ik wel mee. Dat kunnen we gaan farmen later. Dat is super gunstig. Wat nog meer? Ik zie voor de rest niet echt iets. Een lavamonster. Nou, dat wil ik liever skippen. Ik zie hier kobaltoor. Oh, dat kunnen we niet meenemen nog. Daar moest ik mijn hamer mee voor nemen. Wat is dat dan? Wow. I'm out of here. Oké, ladder bro. Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik ga pretty much dood. Oh my god, get out of my way. Zo, hey. Dat ging ook goed. Oké, chill. Ik denk dat we hier pretty much niet safe zijn. Oh my god, ze zitten nog steeds achter me. Ik weet ook niet trouwens waar mijn portal meer is. Oh, die is daar. Oké, daar gaan we even naartoe. Misschien is dat wel even handiger. Get out of my way. Oh my god, er zijn nog meer enemies. Ik moet even wat eten, want ik heb... Oké, ze zijn weg. Oké, hoeveel blad hebben we nog? 14. Oké, dat is niet zo super chill. Hier hebben we ook nog allemaal close rooms. Get out of my way. Creepy monsters hier allemaal, joh. Zo. Ik kan allemaal van deze blokken meenemen. Oh my god, daar zijn ze weer. Nice. Ja, eindelijk. Ze zijn weg. Dat waren ze, denk ik. Het waren er 3. Alleen, ik denk dat er eentje me achter... volgen. Ik weet het niet zeker. Laat ik maar gewoon even van deze quartz meenemen. Want dan kunnen we binnenkort kunnen we natuurlijk ook die Lucky Block Temple maken. Wat eigenlijk wel nodig is. En ik denk dat ik ook met quartz mijn toren wil afmaken misschien. Want met quartz krijg je hele mooie blokken. Dus dat is misschien ook een pluspuntje. Maar hey, ik dacht dat hier wel wat achter zou zitten. Maar blijkbaar niet. Weet je wat? Ik bewaar dit gewoon lekker voor een andere keer. Want ik vind dat ik wil actie. Ik wil eigenlijk echt actie hebben. En ik weet al precies eigenlijk wat ik nu ga doen. Want ik kan nu heel lekker ver travelen. Wat natuurlijk super chill is. Wij gaan gewoon even door de comment portal. Comment block portal. En dan gaan we daar gewoon even een dungeon doen. En ik denk dat het wel even leuk is om een dungeon te doen. We hebben natuurlijk wel iets gedaan met een mod. En we kunnen nu vliegen. En nu wil ik het eigenlijk ook best wel uit gaan proberen. Hoe goed het nou werkt. Hoe erg ik kan exploiten, om zo te zeggen. En dat kan denk ik best wel heel erg. Dus, let's go. Hier naar beneden. En dan daar naartoe. Yeah. En dan gaan we hier naar beneden. En dan klikken we hier. Misschien slapen we al eerst handig, maar fuck it. Ik ben rebels. Dus, we vliegen eerst even heel erg omhoog. En dan gaan we dan. Dan gaan we gewoon zoeken naar een toren. Oh my god, als dit extreme heels is, hè, dan ga ik echt gillen. Oh my god. Ah! Dat is extreme heels, dat is serieus gewoon zo dichtbij. Dat is eigenlijk fucking raar. Dat is echt gewoon... Dat geel, though, van mij. Maar what the fuck, waarom zit hier dichtbij Extreme Hills? Terwijl ik echt gewoon fucking lang zat te zoeken naar Extreme Hills, biome. God damn it. God freaking damn it, Sam. Why? Auw. Wow, dat deed heel veel damage, trouwens. Holy guacamole. Dat deed echt heel veel damage. Ik wil jou killen. Alleen, dit wordt nog best wel moeilijk. Ik wacht even. Ik ga eerst even health regenen. Oh my god. Oh my god. Oh, what the fuck is dat? Oh, god damn it. Er zijn hier echt heel veel scary enemies. Ik ga eerst health regenen. Misschien is dat wel handig. Nee, ik ga er gewoon voor. YOLO! Get out of my way, you monster. Oh god, hij hit heel erg hard. Oh, shit, zo bizzle. Vliegt hij nu ook achter mij aan, of niet? Nee, hè? Ah, hij kan natuurlijk ook niet vliegen. Maar ik bedoel meer van, springt hij achter me aan? Ik denk het niet. Maar waar... Oh, als hij valt nu... Oh, dat zal zo gunstig zijn. Get out. Nice. Oké, grab all the loot. En dan pakken we snel de golden apple. Waardoor we een dikke regen krijgen. En dan kunnen we deze monsters even snel killen. Zo. En dan krijgen we hier ook weer dikke XP van. Wat natuurlijk super gunstig is. Zo. En nog meer diamonds. Bottle of enchanting. Nether ward. Oh my god. Heel veel enemies hier zo. Maar gelukkig heb ik een golden apple op. Dus ik heb dikke protection. Ik ga ook niet zo snel dood. Super gunstig. Zo. Oeh. Careful there. Nice. Ziet er goed uit, jongens. Een golden carrot. Neem ik eigenlijk niet mee. Heel veel emeralds, though. Echt heel veel. Hallo, vrienden. En vriendinnetjes. Ik ga dood en ik ben niet dood. Oké, ik weet niet waarom ik zong. Maar dat hoort allemaal bij de proces van een battle tower clearen. I guess. Ik weet het niet. Laat ik even die grote hond gaan killen. Misschien is dat wel even handig. Lebbes Lazuli. Koekpoortje op. Voor de rest neem ik niks mee. Jij bent daar beneden. I'm gunning.
to kill you, I guess. Zo. Wow. Oké, that sound though. En hij is dood. Hij heeft zoveel fall damage, denk ik, gekregen. Oké, there you go. Ik had hem niet gekilled. De fall damage killed him. Snel weg hier. Woep. En we zijn veilig. Wat hebben we gekregen? Klei. Papier. Wow. Hij doet sowieso een dikke dance, jongen. Die gozer die heeft dance moves. Oké, dit is een dance battle, I guess. Yeah. Yeah. Ik kan niet zo erg met mijn hoofd schudden. Dan zie je me niks meer. Want de camera gaat dan ook heen en weer. God damn it. Ik vind hem wel ziek. Misschien moeten we hem killen. Hoi. Wow. Oké, chill. Jij doet heel veel damage. Oké, ik laat jou wel even alleen. What the fuck just happened? What? Ik zag niks. Ik zag serieus niks. Alles was... Wat? Oh my god. Allemaal items. Die liggen waarschijnlijk nu overal. Of hij ligt helemaal beneden. Zo'n graf gebeuren. Maar ik denk niet dat dat in het lucht kan zweven. Dus ik denk dat ik pretty much... Oh my god. Nog mijn enemies. Oké, ik ben weer dood. Ik ben weer dood. Sowieso dat ik weer dood ben. Ja. Get out of my way. Woep. Oei, ik ga parkouren. And I'm out of here. Oké, één hit en ik ben dood. Pretty much. Van zo'n sterke monster. No way dat ik daar even snel naartoe kan, hoor. Oh my god. Dit gaat nog wel een tijdje duren. Oké, jongens. Super crap. Ik had gelijk. Kijk, hij vliegt. God damn it. Dus, oh my god. Ik heb gelukkig net even een paar kous gekilled. Wat super relaxed is. Alleen... dit gaat niet lukken. Like, ik moet helemaal daar naar boven. Ik denk dat ik heel veel blokken mee moet nemen. Omhoog en omlaag moet gaan. Dit gaat nog wel een tijdje duren. God damn it. Dus ik ga eerst even allemaal dirt collecten en dan ga ik het proberen. En ik ben er. Dus bloep. En al mijn items vliegen ook nog naar beneden. Heerlijk is dat. Maar dat had ik pretty much verwacht. Maar dat maakt ook niet uit, want we kunnen gewoon naar beneden springen nu. Heb ik mijn air sigil? Nice. Hoeveel bloed zit er nog in? Dat wil ik best wel weten. 1250. De 500, sorry. Dus dat valt op zich wel mee. Ik kan het wel even fillen. Boep. En ik dacht dat ik iets nog naar beneden zag vallen. Ik weet het niet zeker. Ik ben wel mijn RPG items kwijt. Misschien moet ik dat binnenkort wel weer even fixen dat ik dat heb. In ieder geval jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze episode. Als je hem leuk vond, vergeet dan even niet op dat blauwe duimpje te klikken. We hebben best wel veel progressie gemaakt. We kunnen nu vliegen, wat best wel heel erg chill is. En dat is echt een punt wat we sowieso moesten hebben uiteindelijk. What the fuck is dat? Oh, dat is gewoon een bug. Maar dat is in ieder geval super gunstig. Als jullie iets denken van, hey Sam, dit moet jij maken of dat moet jij doen in de PR modpack, laat het dan maar even weten in de reacties hier beneden. Dat zal ik natuurlijk super leuk vinden om wat feedback te krijgen van wat moet ik doen. Moet ik verder gaan met Thorncraft? Moet ik verder gaan met Blood Magic? You tell me. Ik ben heel benieuwd wat jullie kunnen verzinnen. Jongens, hartelijk bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace!